uit je pan flippen gewoon helemaal. Gewoon ja, je speelt tegen Willem II. Ja, en dan krijg je zo'n goal net vlak voor tijd. Ja, dan klap je helemaal met elkaar van vreugde. Ja, dan flip je gewoon helemaal. Kippenvel staat gewoon weer op mijn armen. Heerlijk. Goedjonsson gaat het zelf proberen. Mooie vrije trap, sterker nog. Het is 3-2 voor RKC. Wat een climax kent deze wedstrijd. Ik heb er inderdaad echt een familieruzie aan overgehouden, omdat ik die wedstrijd per se wilde zien. Bij die 4-3 rekenen we onszelf echt rijk met 3 punten. Ik wilde daar per se bij zijn. En fantastisch dan natuurlijk. Oh Alex, nou de 4-3. Hogendorp doet het zelf. Ja, het is 4-3. Ricky Hogendorp. Je moet het maar durven met Hans van der Haar in een betere positie naast je. Dat was echt wel heel leuk. We waren echt goede oude tijden. De eerste divisie die we altijd gehad hebben, was eigenlijk hier altijd het gemoedelijkste voor iedereen. Het was gewoon één club. Dat doet dat Petrovic altijd zegt. Mijn club. Mooi het uitkappen van Snow en Bam erin, hè? Tegen de Zoet, die hier groot is geworden. Ja, echt een mooie wedstrijd. Tegen PSV. Mooi moment. Kippenvel momentjes. Joachim krijgt de bal zowaar nog. Dan maar eens kijken of hij hem ook bij Schet kan krijgen. Ja, dat lukt. Want Schet heeft zich er langs gewurmd bij Arias. En krijgt dan de bal ook nog bij Snow. Dit is een hele grote kans voor RKC. Snow gaat scoren. Het is 1-0 voor RKC. Het zit RKC allemaal mee. Dat was de mooiste tijd, vond ik. Meer mooie momenten meegemaakt hier. Mooie club. Mooi klein stadion. Schitterend gedaan. Ja, 2-0 lijf, maar dan komen ze toch heel goed terug. Van Peppe helemaal vrij. Van Peppe, het is 3-2 voor RKC. Binnen een paar minuten geeft Go Ahead het helemaal weg. Aanvoerder van Peppe, totaal vrij. Heel mooi doelpunt. Echt super doelpunt. Gewoon 3 punten tegen Feyenoord. Is dit de laatste aanval van betekenis? Die wordt ingeluid door Schet. Nog steeds binnen de lijnen gebleven de bal. Matthijssen niet. Nou, Andersson. Joachim. Ja! Aurelien. Joachim. Erwin Koeman gaat winnen van Ronald Koeman voor het eerst. Wat een goal, hè. Hey, dat is toch... Dat is een wereldgoal. Dit is geweldig, jongens. Dan komt er van het stadion. Dit is RKC. RKC is alles. Dit zijn prachtige doelpunten. Hè. Dat doet het voor. Dan gaat het weer naar voetballen. Je hoed je die man uitkapt en dan gelijk boem op goal. Klasse. Goed neergelegd die bal door Petrov. David Arica stuurt Heenzakkers weg. Karac is erbij om de brand te blussen. Maar moet nu wel heel snel terug naar zijn doel. En daar arriveert hij te laat. De Graaf is de man die scoort. Op het moment dat die eerste knuffeltjes op het veld kwamen, was dat echt een bijzonder emotioneel moment ook. Het pakte iedereen en om je heen begonnen mensen ook te huilen en zo. Dat was ook wel echt bijzonder. Dat werd gewoon heel emotioneel door een materiaalman die daar met de wasmand loopt en erg emotioneel is. En dan voel je dat wel door heel het stadion dat het met z'n allen beleefd wordt. Een mooi gebaar van de vaste kern daar van de supporters van RKC Waalwijk. Die allemaal biertjes op het veld gooien. Voor het dochtertje van Alfred Schreuder.